Goedemiddag, voyagetravelers. Ik ben jullie weerman en noorderlichtman Ruben Wijtjes. Het is inmiddels vrijdag 27 december en jawel, de kerstdagen zitten er alweer op. De mooie witte kerstdagen, ook voor onze reizigers in Lapland. Voor hen zit het avontuur er alweer bijna op, maar anderen kijken alweer reikhalzend uit naar een mooie vakantieweek om het nieuwjaar in een witte, gezellige winterse sfeer te gaan doorbrengen. En daarom bij deze ook weer een update over het weer en het noorderlicht in Lapland. Wat het weer betreft kijk ik eerst even terug naar de voorbije dagen. En dan zien we dat het toch niet echt koud is geweest in Lapland. Althans toch zeker niet tussen het weekend en tweede kerstdag. Vaak temperaturen tussen het vriespunt en min 5 graden. Veel bewolking, af en toe wat sneeuw erbij. En dat heeft geresulteerd toch wel inmiddels in een sneeuwdek. In de buurt van een halve meter regio Rovaniemi. Ga je naar Salla, dan kom je daar al 60, 70 centimeter tegen. Dat ligt er ook in de omgeving van Luosto, in de omgeving van Levi, Inari, Sariselka. Alleen als je iets meer naar het noordwesten gaat, richting Kilpisjärvi, daar ligt er wat minder sneeuw, maar ook ruim voldoende voor alle leuke sneeuwactiviteiten. De komende dagen blijft in eerste instantie nog eventjes aan de koude kant, maar in de loop van zondag komt er zachte lucht vanuit het zuiden opzetten. En dat gaat er misschien toe leiden dat zondag die temperatuur eventjes boven het vriespunt kan uitkomen, zeker in het zuiden van Lapland. Dus eventjes misschien lichte dooi, maar niet getreurd. In de loop van maandag komt er vanuit het noorden weer diepvrieskou afzakken naar Lapland. En vanaf dan ook voor de rest van de week zal het blijven vriezen in Lapland. Op maandag met nog wat sneeuw erbij, maar daarna zouden er toch regelmatig brede opklaringen komen en blijft het toch wel meestal droog. Dus al bij al ziet het er zeker niet slecht uit voor de aankomende week. En zoals jullie weten bevindt dat noorderlicht zich boven een eventuele wolkenlaag. En zoals ik daarnet al zei, is het in de eerste helft van de week toch wel bewolkt gebleven in Lapland. Waardoor dat noorderlicht, dat er wel degelijk was van tijd tot tijd, getuigen een aantal mooie beelden die we onder andere uit IJsland en Noord-Noorwegen te zien kregen. Dat noorderlicht was dus niet te zien voor de mensen in Lapland. Maar het goede nieuws was wel dat het in de loop van tweede kerstdag is gaan opklaren vanuit het noorden. En vooral in het noordelijke deel dus, was er toch wel al aan het begin van de avond noorderlicht te zien. En dat noorderlicht was er ook verder op de nacht wat zuidelijker in Lapland. De komende nacht zal het op heel veel plaatsen helder blijven en de zonnewind die is toch wel redelijk goed en dat zal ertoe leiden dat wie moeite doet, wie gaat jagen op het noorderlicht, toch wel een hele goede kans heeft om vanavond toch eindelijk nog dat noorderlicht te zien te krijgen in Lapland. Doe moeite, ga naar buiten, kleed je warm aan, neem die camera mee, neem genoeg batterijen mee en wie weet kan je dan toch nog wel hele mooie foto's maken van dat prachtige natuurverschijnsel. Ook voor komende week dus in eerste instantie zondag, maandag veel bewolking en daarna dus wat meer opklaringen. Dus vooral misschien maandagavond al, dinsdag ook, verhoogde noorderlichtkansen in de eerste plaats vanwege de opklaringen dus. Uiteraard moet op dat moment ook nog de zonnewind gaan meespelen. Dat kunnen we op dit moment nog niet duidelijk stellen, maar daarover hou ik jullie graag op de hoogte via de Voyagetravel Noorderlicht app, gratis te downloaden voor alle systemen. Zo, tot zover mijn laatste videobijdrage voor 2019. Ook mijn laatste videobijdrage voor de lopende winter vanuit Limburg. Want mijn koffers staan ook klaar om naar het hoge noorden te vliegen. De komende 3 maanden zal ik verslag uitbrengen vanuit Lapland, Noord-Noorwegen, Spitsbergen, over het weer en het noorderlicht. Dus heel graag tot volgende week dan vanuit Luosto. Hei hei! Voyagetravel. Van reizen naar beleven.